En hier zie je dus al onze jonge opkweekplantjes voor de komende partijen waar we mee gaan produceren en kweken. Wauw, dit voelt niet goed, dit voelt niet legaal. Jawel, deze is hartstikke gewoon. Ik geloof het. Nederland was decennia lang koploper op het gebied van blowen. Wij waren een van de eerste landen waar je legaal wiet kon smoken. Maar wat de meeste mensen niet weten, en jij misschien ook niet, is dat er achter deze legale joint een heel illegaal proces zit. En dat vanwege een misschien wel onnodig star beleid van de overheid. Een gedoogbeleid om precies te zijn. Het kweken van wiet mag niet, het verkopen aan coffeeshops ook niet, maar het als consument kopen en roken mag wel. Dat klinkt scheef en dat is het ook. Door dit beleid is de achterdeur van coffeeshops namelijk berucht. Buiten die deur is wiet hartstikke illegaal. Maar zodra het in de shop ligt, plotseling legaal. Toch is er op dit moment wat interessants gaande, waardoor Nederlandse wiet van zaadje tot as helemaal legaal kan worden. Dat is het experiment gesloten coffeeshopketen. Hier is de overheid al sinds 2017 mee bezig om te onderzoeken of het volledig legaliseren van wiet een betere invloed heeft op volksgezondheid, criminaliteit en veiligheid. Pas na 6 jaar was Den Haag eruit en kon het experiment eindelijk van start gaan. Op 15 december 2023 starten Breda en Tilburg. Sinds afgelopen juni hebben ook Arnhem, Almere, Groningen, Heerlen, Voorne aan Zee, Maastricht, Nijmegen en Zaanstad zich bij het experiment aangesloten. Ik ga de voors en tegens voor de legalisering van wiet in kaart brengen. Is het een realistischere en betere opvolger voor het huidige beleid? Joachim mag met zijn Amsterdamse coffeeshop niet meedoen met het wiet-experiment. Oftewel, de wiet die Joachim verkoopt, komt op illegale wijze zijn shop binnen. Holy shit. Ja. Maar jij bent gewoon famous, of niet? Nou, het is wel een hele verzameling geworden, ja. Het is eigenlijk begonnen ook om mensen te laten zien. Er zijn ook mensen die gewoon heel succesvol zijn in wat ze doen. Ja. En die ook gewoon af en toe een joint roken in plaats van alcohol drinken bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is ook wel een boodschap. Kijk, zo'n George Clooney of NBA-spelers of Rihanna. Ja, je kan niet eens echt zeggen dat die niet succesvol zijn. Nee, iedereen smokt als ik zo kijk. Ja. Harry Potter? Ja. Oh. Harry Potterhead werd hij genoemd naar Harry die foto. Potterhead. Ja, ja. Ben je ook echt bevriend met ze? Ja, sommigen ben ik er wel goed bevriend mee geraakt. Met de Exhibit ben ik naar zijn trouwerij geweest. Oh, echt? Ja, ja. Oh, en dan de afterparty met The Weeknd. Ja. Oh joh, dat is vet. Ja. En Mike Tyson zie ik hier? Ja, dat is mooi. Dat is wel een oude foto. En het is wel grappig, want hij heeft ook een cannabismerk nu. En dat is heel bekend. En in Amsterdam heeft hij een coffeeshop ook. Maar in Amerika is het natuurlijk helemaal legaal. En hier is het nog steeds niet legaal. Dus dat is wel nu een heel groot verschil. Ja, we lopen achter. Ja, maar we Amsterdam lopen mag niet meedoen. Heel Amsterdam mag niet meedoen. Amsterdam doet en jouw niet mee met experimenten. Ook niet? Nee. Helaas niet. Ja, wat vind je daarvan? Nee, dat vind ik wel jammer. Want wij strijden al heel lang om te legaliseren, zeg maar. En gewoon op een normale manier de wiet te kunnen produceren, zeg maar. Ja. En ik vind ook dat de consument, de roker, dat die daar recht op heeft, zeg maar. Oh. Weet je wel, want nu verkopen we wiet die, officieel mag je die niet testen. Dat doen we wel natuurlijk, want je wil wel weten wat je verkoopt aan de klanten. Maar ja, dat moet gewoon goed geregeld worden. Oh, je test hier in de shop je eigen wiet? Ja, we hebben wel maniertjes. Ik zal het je laten zien. Oké, ja. Met een microscoop, gewoon. Ja, dus kijk, ten eerste heb je gewoon de wiet zelf natuurlijk. Kijk, dit is gewoon een wiettop. Dus qua uiterlijk kan ik al wel zien, oké, dit is een mooie top. Ik voel dat hij niet te vochtig is. Oké. Hij ruikt goed. Ik zie geen, kijk. Ja, dat is een goeie. Zie je? Ik zie geen schimmel en alles, maar als je dan echt goed wil weten, dan leg je nog een top onder de microscoop. Kijk, als je dan ziet, dan kan je dus wel zien, als er wel schimmel in zou zitten, dan kan je dat daar zien. Of sommige kwekers gebruiken bijvoorbeeld insecten om zeg maar roofmijt, dat zou er ook nog in kunnen zitten, of spint. Hoe vaak krijg je schimmel in je levering?
Nou, best vaak ook omdat het, kijk, het is nog illegaal om te kweken in Nederland natuurlijk. Ja. Dus je moet je voorstellen, die kweker die kweekt dat en die is klaar, die wil zijn geld hebben, dus die stopt het in een zak. Maar als het nog niet goed gedroogd is... Dus omdat ze haast hebben en het allemaal snel moet, zit er vaak schimmel in? Ja, dat kan er schimmel in komen. Dus als er dan maar een klein beetje in zit en je doet een zak dicht, dan kan daar schimmel in zitten. Oh. Dus dat kan je wel zien. Ja. En dan heb je ook nog hoe sterk een wiet is, dat uit zich vaak in THC. Ja. Dus het THC percentage, dat willen de mensen ook graag weten. Dat kan je niet zien in de microscoop, maar daar hebben we een apparaatje voor. Daar doe je eigenlijk het min of meer, ik doe het nu even simpel, dan doe je hem dicht. En dan heb je een app op je telefoon. Je hebt een app hiervoor. Ja, heb je een app. En dan analyseert hij de THC en de CBD en ook de vochtigheid. Zie je? Van een wiettopje. Dus we kunnen op die manier wel een beetje de kwaliteit bewaken, zeg maar. Maar het is wel omslachtig. Je zou liever gewoon een soort verpakking willen krijgen, ja, net zoals bij een brood. Als jij naar de supermarkt gaat, dan wil je toch ook weten wat er in je product zit. En dat is eigenlijk voor de roker ook heel belangrijk. En hoe zou dat hele proces er dan uitzien als het legaal was? Nou ja, dan zou je dit dus doen in de fabriek, waar het eigenlijk hoort, waar eigenlijk alle normale producten worden gemaakt. Kijk, als je bijvoorbeeld hier, als ik een flesje appelsap koop, dit is iced tea, dan heb je gewoon een etiket zitten, dan staat precies op wat er allemaal in zit. En ik vind het belangrijk dat de mensen gewoon een eerlijk product kunnen kopen. Wat schoon is en vrij van metalen en zo. Dus, je wil weten wat je verkoopt aan je klanten. Ja, ja. En wat zou het betekenen als het legaal is voor de levering? Nou ja, dat je eindelijk op een normale manier zaken kan doen. Dus je hoeft niet meer dat kat-en-muisspel te spelen aan de achterkant. Allemaal stiekem. En ja, dat wil je gewoon op een normale manier geregeld hebben. Dat die mensen op de loonlijst kunnen en dat ze verzekerd zijn. En dat is wel een heel veel hoofdpijn minder, zeg maar. Ja, want wat gebeurt er als jij hier meer dan 500 gram illegale wiet hebt liggen? Af en toe komt er een controle en dan wegen ze letterlijk alle wiet. En ze kijken ook overal of je nog wiet verstopt hebt. En als je dan 501 gram hebt, dan nemen ze alles mee. En dan heb je één kruis. En bij drie kruisen ben je je vergunning kwijt. Ja. Je hele vergunning. En dat geldt ook voor harddrugs in de zaak en jongeren in de zaak. En dus het is echt wel streng. Ja, dus er zijn wel strenge regels. Ja. Okay. Wat op zich prima is, dat kan je gewoon aan houden. Ja. Weet je wel? Ja. En wat vind je verder de voor- en nadelen van het hele wiet-experiment? Nou, de voordelen is natuurlijk dat je op normale manier zaken kan doen, dat je een goed product hebt. Het nadeel op dit moment vind ik wel, wij hebben er altijd op gehamerd, er moeten veel aanbieders komen, veel soorten. Je ziet hier al een aantal soorten, maar dat is omdat we 500 gram mogen hebben. Als het legaal was in Amerika, krijg je een iPad in je handen en dan zie je alle producten. Dat wil je eigenlijk hebben. Want je kan dan veel meer soorten verkopen. Ja, dus maar die moeten wel gemaakt worden. Ja. Dus nu zijn er 10 vergunningen verleend. Er zijn 3 kwekers klaar en misschien dit jaar nog 2 andere, zijn er 5. Maar ja, die andere 5 weten we niet of die ooit klaar zijn. En dat is echt veel te weinig voor alle shops in Nederland. De politiek snapt niet dat ze denken dat ze een markt aan het legaliseren zijn die nog niet bestaat. Dus ze denken het maakt allemaal niet zoveel uit. We legaliseren het en dan komt het wel goed. Maar er is al een markt en die markt die heeft hele goede wiet. Dus als die legale wiet niet goed is, ja, hetzelfde als met alle andere drugs. Je kijkt op je telefoon op Telegram. Binnen no time heb je gewoon van de zwarte markt goede wiet. Denk je dat als het wiet-experiment helemaal goed verloopt, wat zou dat dan doen met de drugscriminaliteit rondom wiet? Ja, daar is ook heel veel discussie over. Maar ik denk persoonlijk, elke kilo die je legaal verkoopt over de toonbank is 1 kilo minder op de illegale markt. Dus ik denk dat het dan sowieso per definitie een succes is. Dus ik snap de hele discussie niet. Gewoon legale wiet maken, goede wiet. Die kan concurreren met de zwarte markt en voor goede prijzen, en dan komen de mensen vanzelf. Legale goede wiet die kan concurreren met de zwarte markt. Op dit moment zijn er nog maar 3 kwekerijen in Nederland die dit doen. Hoe ziet zo'n legale wietplantage eruit? Okay, helemaal ingepakt. We gaan zo naar binnen. Maar waarom moeten we zo helemaal ingepakt zijn? Ja, we gaan vandaag kijken hoe we cannabis produceren en doen we volgens hoge hygiënestandaarden. Dus we gaan zo meteen door die hygiënesluis. Ja, wat een fantastisch ding. Ja, het is niet zo makkelijk als dat het lijkt. Nee? Zelfs de minister vindt het af en toe nog moeilijk. Dus we gaan even kijken hoe we dat gaan doen. Okay, is goed. Kan je het eerst voordoen dan? Ja, zeker. Je moet even hier voor de sensor gaan staan. Dan gaat het lampje aan.
Dan steek je je handen diep naar binnen, omhoog. En dan wordt de desinfectiespray over je handen gesproeid. En dan kun je gewoon zo ook doorlopen. Ja, handen erin steken. Ja, mag je naar mij toe komen lopen? Ja, yes. Goed zo. Ja, je bent een natuurtalent. Oké. Nou, dan gaan we verder. Gewoon. Ja, kom binnen. Ja, we lopen nu naar onze opkweekruimte. Hier kweken wij onze stekken op om de eerste fase in het kweekproces te laten doorlopen. Okay. Voordat we de ruimte binnen gaan, wil je even je handen desinfecteren. Zelfs de handschoenen? Ja, ja, want ook daarmee kun je de boel besmetten. Oké. En hier zie je dus al onze jonge opkweekplantjes voor de komende partijen waar we mee gaan produceren en kweken. Wauw, dit voelt niet goed, dit voelt niet legaal. Jawel, deze is het hartstikke gewoon. Ik geloof het. Je ziet ook, alle plantjes hebben een eigen label. Dus alles wordt hartstikke goed geregistreerd. Zowel intern als voor het overheidssysteem. En hoe ziet dat hele proces eruit? Van een zaadje naar dat zakje? Ja, nou ja, in deze ruimte worden de planten 2 weken opgekweekt. Totdat ze eigenlijk volwassen genoeg zijn om overgeplaatst te worden naar een klimaatcel. Waar ze vervolgens voor langere tijd opgekweekt zullen worden, in bloei gezet worden en vervolgens van de blokken afgeknipt en gerooid, zoals wij dat noemen. En dan hangen wij ze te drogen. Ja, want hier is het helemaal niet zo heel heet. En wat ik me voorstel bij een wietkast. En het ruikt ook helemaal niet zo. Nou ja, het is heftig. Nee, ja, de plant staat nog niet in bloei. Dus die herkenbare cannabisgeur, die komt nog niet echt naar voren. Dit is niet in bloei? Nee. Nee. Zoals je ziet, gewoon, het is gewoon nog een vegetatief plantje, zoals we dat noemen. Het is nog geen wiet? Nee. Ja, hij moet eerst in bloei komen. Ja. Oké. En hoe lang duurt dat van zaad naar uiteindelijk dat je klaar is? Tot aan gedroogd product, zeg 3 maanden. Oh, dat ging nog best snel. Volgende week laat Jorrit me de grote legale wiettoppen zien, waarvan coffeeshops die meedoen aan het experiment wel een week aan voorraad mogen hebben liggen. Hoe anders is dat voor Joachim, die het nog steeds met gedoogde wiet moet doen? Daarvan mag hij niet meer dan 500 gram in zijn shop hebben liggen. Dat betekent stiekem meerdere keren per dag bijvullen. En dat gaat ongeveer zo. Gemiddeld verkoopt een coffeeshop 1300 gram cannabis per dag. Omdat er dus maar 500 gram in de shop mag liggen, moet een coffeeshop zo'n 3 keer per dag illegaal worden bijgevuld. Rondom coffeeshops liggen daarom zogeheten bijvullocaties. Huizen, kelders of andere opslagplaatsen waar grotere hoeveelheden wiet liggen. Onopvallende couriers zijn de hele dag in de weer met deze af en toe stiekem naar shops brengen. Hallo. Goedemorgen. Ik heb iets voor je. Nieuwe aanvoer, dankjewel. Ja. Kijk, ik zal even bekijken. Dat is wel heel mooi. Dat is mooi, hè? Ja. Dat is een nieuw soort. Die had je nog niet, of wel? Ja. Hollands Hoop. Dat is mooi. Hé, maar ik had deze nepwiet, maar ik ging er een beetje op letten van... Oké, kijken de mensen naar me en als je dat denkt, dan heb je ook het gevoel dat iedereen naar je kijkt. Ja. Ik kan me voorstellen dat het best spannend is. Als het echt niet zou zijn. Ja, hoe is dat voor jouw bezorgers om dat te doen? Ja, dat is soms best wel spannend. Want als je op een scooter rijdt bijvoorbeeld en je komt in een grote politiecontrole. Dus meestal zullen ze niet op scooters rijden. Nou kan je dat in Amsterdam beter sowieso op de fiets rijden natuurlijk. Ja, ze gaan op de fiets. Maar het is wel grappig, want in de coffeeshop, nu is het dus zeg maar gedoogd. Ja. In een gedoogde voorraad. We mogen 500 gram op voorraad hebben. Dus hier hebben we zeg maar 300 gram en jij komt 180 brengen. Mm-hmm. Dus hier is het allemaal goed. Hier is het allemaal gedoogd. Maar buiten de coffeeshop, dus net als jij buiten stond, dan heb jij een probleem als dit echte wiet zou zijn. En de politie houdt je aan. Ja, dat is bizar toch? Ja. Als je dit vasthoudt en illegaal, legaal. Ja, legaal is dus gedoogd, zeg maar. Gedoogd. Dus we gaan wel experimenteren in Nederland, maar hier in deze shop is het nog gedoogd. Mm. Dus dat betekent we overtreden de wet, maar we houden ons aan de bepaalde regels. En dan kijkt de politie de andere kant op. Ja en dat vervoeren, want is dat wel eens misgegaan dan? Ja, dat gebeurt. Ja, je ziet in de krant ook staan, een paar maanden geleden nog een bakfiets
En die komt in een controle omdat hij door rood rijdt of ik weet niet meer wat er precies was. Ja, dan zit dan vol met wiet. Je moet dan ook wel echt even aan de regels houden als je dat aan het doen bent. Ja, en de politie weet ook wel wanneer het voor een coffeeshop is. Kijk, als er allemaal van die voorgedraaide joints in zitten, dan weten ze wel dat het is voor een coffeeshop. Als er allemaal kilozakken in zitten, is het niet voor een coffeeshop. Dus vaak zien ze het wel. En politie is er ook niet echt naar op zoek. Dus het is meer dat je dan toevallig tegen de lamp aanloopt. En het is allemaal gedoe, want je moet naar de rechter. En de rechter die zegt vaak richting de politiek, regel dit alsjeblieft, want we hebben hier helemaal geen tijd voor en geen zin in. Oh, ja. Dus dan geven ze bijvoorbeeld een straf 9a, noem je dat. Dat is, je hebt wel iets slechts gedaan, dus je bent wel schuldig, maar je krijgt geen straf. Okay. Dus dat is een soort signaal naar de politiek, regel dit alsjeblieft. Okay, ja. Dus niemand is er eigenlijk blij mee? Nee, niemand is er blij mee. Zelfs de rechters niet? Ja. Ik hoop dat we er eindelijk wat aan gaan doen. Ja. Hoe werkt de levering van staatswiet voor de coffeeshops die wel meedoen aan het experiment? En proef je eigenlijk verschil tussen legale en gedoogde wiet? Dat ga ik volgende week voor je uitzoeken. Ja, deze gaat dus echt gewoon heel erg subtiel over je longen heen. Ik denk dat deze sowieso de legale was en deze die van onszelf.